ben een nobody, ik ben een loser. Maak me kapot. Dat is wat ik dacht, weet je. Mensen, ik schaamde me gewoon. Elke week neem ik je mee naar een nieuwe bijzondere locatie, waar ik een gesprek heb met een bekende gast. Vandaag ontmoet ik de altijd vrolijke Edson de Graza in de Cruise Control Recording Studio in Amsterdam. Ik heb een open en eerlijk gesprek met deze sympathieke man, die een paar harde wijze lessen in zijn leven heeft moeten leren. Welke verhalen krijgen we te horen als banken konden praten? Hallo! Hoi, hoi! Ja, ja, the good old! Dat je er bent, hoi! Renate! Hey, Edson! Ik ga je wel mee naar binnen nemen, want ik heb zo'n lekkere jas aan als dat jij aan hebt. Wauw! Ik krijg gelijk nostalgische gevoelens. Heel goed! Ja, heerlijk. Ja, het is natuurlijk dat jij beter weet, want anders zou je denken, waarom neemt deze vrouw mij mee een kelder in? Maar we zijn in de Cruise Control Recording Studio. Yes, ja, 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 ja. En dat is natuurlijk voor jou wel een beetje de plek waar het allemaal begon. Ja, hier heb ik mijn eerste stapjes gezet in de entertainment biz. Ja, ik heb de studio een beetje... Wauw. Een klein beetje opnieuw ingericht. Hij heeft natuurlijk nog wel een beetje dezelfde vibe, maar ik heb er het een en ander aan toegevoegd. Wel echt een chille bank, die hadden we vroeger niet, toch? Nee? Ja, er stond wel een bank, maar die was aardig versleten, kan ik je vertellen. Zal ik je jas afpakken? Ja, thanks. Maar jij hebt hier echt heel wat uren wel doorgebracht in deze studio. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Back in the days, we gewoon muziek maken hier. Ik zat in een groep Beat Kids. Ja. Waren eigenlijk schoolvrienden, waarmee we eerst een schoolband waren. En uiteindelijk gingen we via een programmaatje gingen we beats maken. En toen dachten wij van, hey, we moeten eigenlijk een studio hebben waar we met gasten kunnen gaan werken. En toen zijn we alle studio's in Amsterdam afgegaan. Dat waren er niet zoveel toen in die tijd. En daar was Cruise Control dus echt de grootste van. En toen we hier aankwamen, zei die gasten van, hey, die beats zijn hard, man. Kom jullie hier werken? Toen dachten we, what? Oh my god. En dus dat was wel heel vet om dan hier, zeg maar, onder de vleugels van de grote der aarde, om dan, het kunstje te leren. En jullie hebben daar best wel wat succes mee gehad ook, hè? Ja, eigenlijk één heel groot succes. En dat was de hit van Ali B, Ik ben je zat. Ja. Want dat, volgens mij was dat wel een beetje mijn TMF-tijd. Dat was zeker jouw TMF-tijd. De Beat Kids, ja, dat kwam natuurlijk regelmatig voorbij wel. En in die tijd zijn we ook naar de TMF Awards gegaan. En toen dacht ik echt van, we hadden eigenlijk 0 euro in onze zakken toen. Maar toen we daar waren, dachten we, oh my god, we hebben het gemaakt. We made it. Moeder Bella, I made it, man. Snap je? Ik ben niet voor niets gestopt met school. En toen zegt mijn moeder ook van, oh, het werkt, dat werkt. Maar... Ja, die tijd was ook... Het was wel zwaar, hoor. Als ik het goed begrepen heb, volgde daarna een van de meest donkere periodes van je leven. Ook ja. Ja, ja, ja. Mede daardoor. Ik ging van school af en ik wilde eigenlijk alles hierin stoppen. En samen met die maten van mij na die hit zijn we een eigen studio gaan bouwen. Zeg maar, die gast die ons hier eigenlijk op sleeptouw had genomen, die ging met ons mee. En dat was eigenlijk een bold move van hem, omdat hij zat hier gewoon goed en hij deed zijn ding. En hij ging ons managen, want wij wilden alleen muziek maken en niet ons bezighouden met bedrijfsvoering en dat soort dingen. Want ik was 19. Dus hij deed jullie zakelijke... Hij deed het zakelijke gedeelte en wij konden alleen maar creatief zijn. En dat werkte eigenlijk heel goed. Maar op een gegeven moment, na een jaar, zouden we winstverdeling doen. En toen kwamen we erachter dat onze hele rekening, waar wij dachten, er zit ongeveer 80.000 euro op, was het min 10.000 euro. En daarbij had hij ook nog onze belastingen niet betaald. De dingen, de huur was al een tijd niet betaald. Telefoon. Even voor mij, hoe ging dat? Want ik neem aan dat, ja, dat jullie misschien in dat hele jaar niet zo hebben gevraagd van, joh, hoe staat het ervoor? Nee. Maar op een gegeven moment zeg je natuurlijk van, hey, zullen wij heel even zitten met elkaar? Want we zijn een jaar verder. Als ik terugkijk op die periode, denk ik, oh ja, hoe kon je nou zo dom zijn? Dus ik schrijf dat ook echt toe aan mijn eigen domheid of laksheid. Want wij hebben het hele jaar gingen gewoon werken en ons ding doen. En we dachten, gewoon blind vertrouwen eigenlijk. Op een gegeven moment, na een jaar, denk je van, oké, winstverdeling. Hey, hoe gaat het? En dan hoor je niks. En dan denk je, ga je toch denken van, hey, wat is er aan de hand? En we zien je elke dag en nu niet meer. En toen gingen we naar de bank. En toen zei de bank, hier staan min 10.000 rood. En toen was hij al gevlogen. En kwamen de brieven binnen van de belasting. Van alle dingen die nog niet betaald werden. Dus, en dat was een flinke, ja, dat was een bittere pil. Wat zou je tegen hem zeggen als je hem nu wel zou tegenkomen? Niks. Huh? Ik zou hem gewoon voorbij lopen, denk ik. Dat moment was voor jou wel echt een levensveranderend moment. Want de jaren daarna waren niet zo gezellig, als ik het goed begrepen heb. Nee, 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 nee. Ja, want ik had geen werk. Want ik had alles in die studio, daar had ik op gewet. En ik had nu ook schulden. Hoeveel schuld had je? Ik had op een gegeven moment een schuld van iets van tussen de 30.000 en 35.000 euro.
En dat is gewoon een modaal jaarsalaris. En voor mij op die leeftijd was het gewoon een bedrag wat ik nooit van mijn leven zou kunnen verdienen. Want hoe oud was je hier precies? Toen was ik 22, 23 zo. En zoveel geld had ik nog nooit gezien ergens, behalve dan nu in de min. En ik dacht, ja, dit lukt me niet. En ook, ik rookte al heel veel joints, maar nu nog meer. En ik kwam echt best wel in een depressie, kan je wel zeggen. En ja, en dan kom je in een soort van spiraal terecht waar je gewoon helemaal niet meer uitkomt. Want ik vond mezelf echt zielig. En ik gaf mezelf ook toestemming om mezelf zielig te vinden. Dus ik bleef gewoon in een hoekje zitten, een beetje PlayStation spelen, veel blowen. Ja, het ging helemaal nergens over. Die 35.000 euro, die werd alleen maar hoger om te betalen. Want ik deed de brievenbus ook niet open. Totdat die gast van de PostNL zei van, hey, gap, ik kan er helemaal niks meer tussen proppen. Kom, je moet naar beneden komen. Toen ging ik naar beneden, pakte ik al die brieven. Dat was echt zo'n stapel. En ik denk, schuldeisers. Dat ik dacht, hè, wat, maar moet ik jullie ook betalen? Ik wist het niet eens meer. Wat was het moment dat je dacht, oké, nu is het klaar. Nu, ik kan dit niet meer. Ik werkte op een school. Ik was docent. En dat kwam eigenlijk zo. Doordat ik muziek maakte, ging ik ook scholen langs. Omdat ik dacht, ik moet een side hustle hebben om wat geld te verdienen. Want muziek is grillig. Dus wat ik deed was op scholen kids leren hoe ze beats moesten maken. En dat deed ik gewoon hier en daar. En toen alles op de fles ging, bleef ik dat doordoen. En eigenlijk zat ik toen midden in mijn depressie. En toen zei een van die directeuren van die school van, hey, je doet het zo leuk met die kids. Wil je niet hier komen werken? Toen dacht ik, oh, this is my way out. Ik kan gewoon steady geld gaan verdienen en misschien eindelijk die schulden afbetalen. Dus ik ging daar toen werken. En ik werkte daar toen 2 jaar of zo. En op een gegeven moment een zorgcoördinator die daar werkte, die zei van, hey, kom eens even binnen. Ga zitten. Ik weet niet wat het met je is. Je komt altijd vrolijk op school en je bent helemaal chill. Maar ik geloof het niet. En toen brak ik. Toen dacht ik, oh my goodness, ze ziet het. Ze ziet waar ik mee struggle. En het was de eerste keer dat iemand, waarvan ik dacht dat iemand het zag. En dat is wat ik echt wilde voorkomen. Dat iemand mij zag dat je problemen. Ja, dat wilde ik echt voorkomen. Omdat, en waarom? Omdat het mijn schuld was. Allebei. Dus het is mijn schuld financieel, maar het is ook gevoelsmatig mijn schuld. Maar zij zag het dus en ik brak. En het was de eerste keer dat ik echt vertelde aan iemand van, hey, dit is wat er aan de hand is en ik kom er gewoon echt niet meer uit. En zij ging gewoon meteen aan het werk. Hey, maakt niet uit. Dacht ik, maakt niet uit. Maar ik ben een nobody, ik ben een loser. Maak me kapot. Dat is wat ik dacht, weet je. Mensen, ik schaamde me gewoon. Ja. En ze ging tekeer alsof ze het leuk vond. Dus toen dacht ik van, wauw, zij vindt het gewoon leuk om iemand te helpen. Hoe chill is dat? En dat is ook eigenlijk wat ik iedereen wil aanraden als je in zo'n situatie zit. Is dat er wel degelijk mensen zijn die je willen helpen. En dat idee al heel erg helpt. En jouw ouders, wisten die dat dit gebeurde? Nee. Nee. Ook daar heb je het voor verborgen heel lang. Ja, heel lang, heel lang. Pas toen ik begon op te ruimen, toen heb ik het ze verteld. En dat was ook eigenlijk alleen maar omdat ik met een cameraploeg op Cap Verde was, want daar woonden ze. Ja, dat was wel lastig hoor, want mijn vader zei toen iets wat ik ook nooit had gehoord uit zijn mond. Is dat hij toen zei van, kijk, het maakt niet uit, weet je vertrouwt mensen blind. En ik ben trots op je. Toen dacht ik, wauw, toen brak ik ook weer. Toen dacht ik, oh my god, ik weet wel dat ze van me houden. Maar hij had tot op dat moment had hij nooit zoiets tegen me gezegd van, hey, ik ben trots op je. Dus dat was wel voor mij dat ik dacht van, wow. Ja, en toen ging ik als een speer eigenlijk. Want toen dacht ik, oh ja, zie je, al die problemen waarvan ik denk dat niemand ze wil horen of dat mensen die als last zien, mensen zien mij. En dat was ik eigenlijk heel lang vergeten, wie ik dan daadwerkelijk ben. Mooi wel. Want jouw vader leeft niet meer nu, hè? Nee. Hoe lang geleden is hij overleden? Die is op 30 maart 2020 overleden, ja. Toen hij in Nederland was? Ja. Ja, ja. Ja, kijk. In december 2019... mijn vriendin en ik, we hadden een baby op komst. En die zou rond de
10 maart of zo zou hij geboren worden. En ik had toen al wat dingetjes gedaan. Het ging goed met me. Ik had mijn schulden opgeruimd. Ik was eigenlijk al gewoon lekker bezig. Ik had wat geld. En voor mij was het moment daar dat ik dacht van... oh shit, ik heb een gruwelijk idee, Ed. Jij gaat gewoon een ticket betalen voor je ouders. Iets wat ik in mijn lifetime nooit had gedacht dat ik zou kunnen doen. Ik ga zorgen dat alles tot in de puntjes is geregeld. Ik had een appartementje in Oost, had ik voor ze geregeld. Ze kwamen hier naartoe en mijn zoontje was geboren. Maar op 10 maart. En zij kwam op 13 maart. En toen ging het land, 2 dagen daarna of zo, ging het land helemaal op slot. Maar ik ging wel bij hen op bezoek, op afstand. Maar ik zag mijn vader al rondlopen. Ik denk van, er is iets niet goed met hem. Want hij was de hele tijd moe en aan het ademen. En hij zei van, ik zeg, pa, wat is er met je? Hij zei, ja, maak je niet druk, komt goed. Zoals altijd. En een dag daarna komt mijn broer bij hem en die ziet hetzelfde. En hij zegt, Ed, volgens mij, ik weet niet, ga met hem naar de huisarts. Dus wij zijn toen naar de huisarts gegaan. En toen zei die huisarts van, meneer da Graça, ik denk dat u naar het ziekenhuis moet. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. En na een paar uur daar zei die arts van... ik heb slecht nieuws voor jullie. Je vader heeft leverkanker en het is uitgezaaid. Het zit overal. En ik dacht van, wat? Hoezo van het een op andere moment hoor ik nu dat mijn vader gewoon doodgaat eigenlijk? En mijn pa staat daar en ja, spreekt niet supergoed Nederlands, maar je zag hem echt gewoon kijken van... what the hell is going on? Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is? En toen zei ik ook van, pa, snap je wat hij zegt? Toen zei hij, toen zei ik, pa, je gaat dood. En toen zei die arts ook van, ik geef u geen jaren, meneer da Graça. Ik geef u een paar maanden, that's it, denk ik. En 6 dagen nadat die arts dat had gezegd, was hij overleden. Jezus. Ja. En dus hij heeft die kleine ook nooit kunnen zien. Nee? Nee. Waar ik echt van baal tot op de dag van vandaag, denk ik... maar shit, man, had ik maar gewoon... Vooral in hindsight is het makkelijk zeggen, hoor. Maar had ik toen maar gedacht van, fuck it, ik ga gewoon met die kleine langs of wat dan ook. Maar hij was zo broos, zo klein. Ik dacht, ik neem geen risico, maar... Maar goed, ja. Dus het is een heel bijzonder moment omdat je net vader bent geworden. Mm-hmm. En in een maand tijd verlies je dan gewoon je eigen vader. Ja, ja, het was echt bizar. En hij was een volwassen vent, maar hij was gewoon eigenlijk van binnen was hij ook nog gewoon heel erg kind. En dat vond ik echt, dat is ook iets wat ik actief levend ga houden. Weet je, ik bedoel, mijn vader had geen erfenis of zo, geen geld om te geven. Maar zijn erfenis aan mij is dat ik me besef en bewust ervan ben dat je moet blijven spelen. Dat je gewoon, ja, wees gewoon kinderachtig. Als iemand nu tegen mij zegt, hey, je bent echt soms kinderachtig, zeg ik dankjewel. Precies wat ik wil. Ja, precies, want als volwassenen vergeten we soms te spelen. Dan lijkt het net alsof we ons hebben neergelegd bij het leven, weet je. Zo van, oh ja, dit is hoe het leven gaat. Terwijl ik denk, ja, dat hoeft niet. En waar ben je op dit moment mee bezig? Ik ben druk aan het schrijven voor een nieuwe voorstelling. Ik heb al een eerdere show gedaan. Ja. En daar was ik nog niet echt mezelf, maar meer een interpretatie van een comedian of een cabaretier. En nu heb ik echt een beetje mijn stem gevonden. En dat voelt zo lekker om gewoon vrijuit te kunnen praten op een podium. Ik ben altijd heel vrolijk, maar ik denk ook wel echt over dingen na. En daar kan ik wel ook echt een scherpe mening over vormen. En dat heb ik vroeger nooit gedaan. Was ik altijd de comedian, de lieve comedian. Zo stond ik ook vaak bekend. We houden het gezellig. Ja, we houden het gezellig, inderdaad. Maar nu gaat het schuren en het gaat knetteren. Ik hoop ook eigenlijk dat de mensen weglopen. Oh, ja, echt zo? Ja. Ik hoop echt dat ze denken, ach, god, nee, dit kan echt niet. Maar ik kom kijken. All right. Misschien blijf je zitten. Je blijft 100% zitten. Er is eigenlijk nog één ding wat ik heel graag wil weten. Ik heb het nergens ergens tussen kunnen fietsen. Omdat ik dacht, ja, hoe ga ik dit nou aankleden, inkleden? Oh jee. Maar ik wil toch aan je vragen. Want ik vond het een heel fascinerend bericht. Ja. Jij hebt in een club gewerkt. Gewerkt?
ja, ga verder. Waar je seks had met vrouwen die een relatie hadden. Wat? Gewerkt? Ik heb nooit een salaris daaruit gekregen. Dus ik heb dat... Nee, maar het is niet... Nee, ik snap waarom je dat zegt, want het kwam in de media als Edson de Graafstra werkte als swinger. Wie werkt er als swinger? Niemand werkt als swinger. Dat zijn hobbyisten. Dat zijn mensen die dat leuk vinden om te doen. Ik ben gewoon nieuwsgierig, dus ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Ik heb het één of... Nee, niet één. Ik heb het twee of drie keer gedaan. Echt niet heel vaak, hoor. Maar ik vond het wel geinig om te doen. Ik dacht, wauw, ik ben op een plek waar al die meiden gewoon denken van, ik wil hem. Dat is best wel een apart gevoel. En hoe oud was je hier in dit verhaal toen? Ik was ook toen rond mijn 23ste. Ja, ik heb er nog niet veel te bang gehad. Nee. Die dit hebben gedaan. Of in ieder geval er openlijk over praten. Laten we het daar bij houden. Goed, wil jij nog wat lekker? Ja, hoe wist je dit? Dat ik hiervan hou? Ik hou hier dus echt ontzettend van. Zure ballen. Ja. We gaan nu helemaal de verkeerde kant op, jongens. Ik doe zo'n ding in mijn mond, ja. En dat is eigenlijk ook een beetje het begin geweest. Dat ik eigenlijk mezelf een soort van een tweede kans gaf op een normaal leven. En dat heeft mij wel heel veel moois gebracht. Ja.